Hey jongens, kom eens hier. Wat zijn jullie aan het doen? Kunstvoetballen. Kunstvoetballen? Ja. Het is eigenlijk zo een soort van meme spelend voetbal. Oké. Kunnen jullie me wat kunst laten zien in de wijk? Heb je hier wat kunst? Ja. En wat zien jullie hier? Realistisch en abstract. Wat zie je? Nou, wat voor gevoel krijg je bij deze muur? Een beetje een sportieve gevoel. Want je ziet skaten. Je ziet trommelen. Je ziet basketballen, dus dan geef je meer sportiviteit. Kan je dat sportieve gevoel even voordoen voor mij? Yeah! The defense is looking very vulnerable here, they just can't cope. It's a searching ball. Ik ben Jamie Groot en ik ben 10 jaar. Ik kom uit Oogvliet. Ik ben Emma, ik ben een half jaar en ik kom uit Oogvliet. Ik ben Luca, ik ben 13 jaar oud en ik kom uit Oogvliet. Hadden jullie dit beeld wel eens eerder gezien? Ja, we zijn wel heel vaak langs gereden. Ja? Ja. En dan hangt het er al lang? Ja. En wat zie jij? Ja, een kat met één oog. Ik zie ook een kat, een vis en een soort hert lijkt erop. Hoe oud denk je dat dit beeld is? Ik denk 100 jaar of zo. Oh ja? Ja, nou niet dat het hier staat, maar dat het gemaakt is of zo, of bedacht. Ja. Vind jij het mooi? Ik vind het best wel mooi. Alleen ik weet ook niet wat het betekent, want het lijkt gewoon op een dierenboel. Ja. Maar voor de rest vind ik het wel mooi. Het heet de oerwereld van het dier ten opzichte van de synthetische wereld. En het is gemaakt door Dick Elvers. Zegt die titel jou iets? Met de synthetische wereld en zo, ja. Ik vind de titel wel goed bij het beeld passen. Wat is een synthetische wereld, denk je? Ja, een wereld gemaakt van allemaal dingen die wij zelf hebben gemaakt. Zoals bijvoorbeeld die gebouwen, die zijn allemaal van steen en van plastic en glas. Dat is niet echt wat je in de natuur en zo gelijk kan vinden. Nou, het is namelijk een kunstwerk dat komt van een Shell-gebouw wat hier ergens in de buurt stond. En dat Shell-gebouw is afgebroken. En toen wilden ze het kunstwerk weggooien. En toen hebben ze allemaal geld ingezameld en toen hebben ze het hier aan de muur gehangen. Zullen we het een cijfer geven, dit kunstwerk? Wat vind jij ervan? Ik denk wel een 8. Ja, ik ook. 7. Wanneer is iets kunst? Ik vind dat kunst is wat meerdere mensen mooi vinden. Dus bijvoorbeeld, mensen vinden deze patroon leuk van mijn jas, dan vinden zij dat kunst. Ja, ik vind dat kunst meer de expressie is die een kunstenaar uit op iets wat hij wil maken. Zullen we een volgende kunstwerk gaan kijken? Ja. Wat zijn dit? Wat zie jij hier? Ballen. Is dat kunst? Ja, ze zijn wel mooi neergezet hier. Oké, wat zie jij? Een beeld. En waarom is dat een beeld? Hoe zie je dat? Nou, het staat daar gewoon. Het is van ijzer gemaakt. Het is een soort van beeldachtig iets met al die patronen en zo. Denk jij dat het kunst is? Ja, want heel veel mensen maken foto's van. En zo, en ze zeggen, wow, dat is heel mooi. Dus ik denk wel dat het kunst is. Wat denk je dat betekent, dit beeld? Groeigemeenschap. Dat mensen aan elkaar groeien en dat ze meer aan elkaar gehecht raken. Vind je het mooi? Ja. Okay. Toen ik klein was, dacht dat het een hele rare olifant was. Hoe zie je er een olifant in dan? Ja, dat zie ik nu niet, maar toen ik klein was, ja, toen fantaseerde ik allemaal. En hoeveel denk je dat zo'n beeld waard is? Ik gok 50.000 euro. En vind jij dat als het een beroemde kunstenaar is, dat het meer waard is? Ja. Ja, de waarde van kunst, de meeste mensen denken dan natuurlijk gelijk aan geld. Hoe meer iets kost, hoe meer het waard is, denkt men, dat is natuurlijk in geld omgezet, is dat ook zo. Maar kunst heeft natuurlijk ook hele andere waardes. Je kan een prachtig schilderijtje van je opa of oma erven.
en dat boven je bed hangen, dat is misschien niks waard in geld, maar daar kan je heel erg aan gehecht zijn. Emotionele waarde. En het kost misschien maar een paar tientjes of helemaal niks. Maar een kunsthistoricus die kijkt van hoe past het in de kunstgeschiedenis? Welke invloed heeft het gehad en dat soort dingen? Dus de waarde van kunst, ja, die kan iedereen voor zichzelf invullen. Dat is het mooie van kunst. Is het een vrouw of een man? Een vrouw. Hoe weet je dat? Hoe weet jij dat? Dat zie je aan het lijf. Oh, wat beschrijvend is dan? Ze heeft tieten. Echt waar? Ja. En daarom is het een vrouw? Ja. Ik vind dat zij wel heel brede heup heeft. Is dat echt? Of is dat vrije interpretatie van de kunstenaar? Nou, volgens mij het is een beetje overdreven, maar vrouwen hebben wel echt ronde heupen. Echt. Vind je het mooi? Ik vind het niet zo mooi, omdat het helemaal vol met vogelpoep is. Oh, ik zie het ook. En het is een beetje beschadigd. Oké, volgende beeld. Kunst. Ja. Ja, omdat waarom? Omdat het heel mooi is. Ik vind eigenlijk alles mooi aan deze auto. Follow me. Ja. Wat vind je van deze bank? Ik vind het best wel raar, maar ik vind hem ook best wel mooi. Wat vind jij van deze bank? Ja, het ziet er wel leuk uit. Grappig. Oké. Ian, wat vind jij van deze bank? Nou, ik vind hem heel mooi, want hij is gemaakt door mijn oom, Ian Pieters. Grappig, hè? Ja. Ze kenden hem al. En het heet Een plekje in de zon. En dat komt uit het liedje van Feyenoord. Hand, kameraden, hand in hand. Voor Feyenoord één. Geen woorden, maar daden. Leven Feyenoord één. Zoek een plekje in de zon. Waar je zo gezellig zit. Kijk, de spelers komen op het veld. En gejuich van duizend kelers. Bij de week kunnen jullie echt doen. Oké, volgende kunstwerk. Ja. Kom op. Oké, wat zien jullie hier? Ik denk dat de tekens zijn van een soort rechtszaal of zo. Oh ja, wat zie jij? Ja, ik zie eigenlijk een paar beelden. Ik denk dat ze vrijheid en eerlijkheid voorstellen. Want dit is een huis waar advocaten zitten. Met dat meisje bijvoorbeeld, met die waters. Die zijn gelijk. Ze zijn niet krom. Dus meer snapt u dat eerlijkheid, dat iedereen gelijk is. Zo. Een weegschaal. Ja. Nou, ik denk dat het meisje erover gaat dat mensen eigenlijk evenveel waarde hebben. Ook al ben je wat lelijker, dat je er gewoon bij hoort. Nou, volgens mij zie je er meer in dan het is. Want als ik de titel lees, dan is het een melkmeisje, een smid en een boer. Het is in ieder geval gemaakt door Huib Noorlander. En die heeft heel veel dingen in Rotterdam gemaakt. Heel veel beelden heeft hij gemaakt. En wat denk je nu, als je de titel weet? Dat het gewoon alleen maar versiering is voor dit gebouw. Maar ik vond jullie uitspraak eigenlijk veel leuker daarover. Dus laten we het maar daarbij houden dan. Ja? Oké, jongens, bedankt. Dag. Doei. Doei. Doei, tot ziens.